Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Nederland gaat gebukt onder een groot gebied met bewolking. Er waren slechts een paar opklaringen en die trokken vooral over delen van Limburg. Daar werd het dan ook het warmst met 15 graden, terwijl de Wadden het met 6 graden moesten doen. Overavond nog 6 graden in het noorden, 10 graden in Limburg, maar vooral in Limburg valt er nog wat regen en ook her en der langs de oostgrens. Elders is het vannacht grotendeels droog, kan er wel wat nevel of een mistbank ontstaan. Temperaturen dalen uiteindelijk naar 2 graden in het noorden en 6 graden in het zuiden. Aan het einde van de nacht en morgenochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaan er opnieuw enkele buien vallen. In de ochtend schijnt ook af en toe de zon, in de middag neemt de bewolking verder toe en worden de buien zwaarder met kans op onweer. Wordt 9 tot 15 graden. Zaterdag trekken de buien in de nacht en ochtend langzaam naar het oosten weg. De rest van de dag is dan grotendeels droog en schijnt geregeld de zon bij 10 tot 15 graden. Zondag wordt een fraaie dag, 18 tot 21 graden en droog weer. Maandag keren de buien terug. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.